Welkom bij een nieuwe tutorial op Club Costumes. Vandaag gaan we de side full doen. En dit is een side full. Een side full is een side flip met een hele twist erin. Maar voor deze trick moet je wel een side flip heel goed kunnen. En kunnen schroeven. Stap 1. Een side flip landen en dan een hele draai maken. Hoppa. Zoals je zag, draai ik over mijn linker schouder, dus ik kijk naar links. Als je naar rechts draait, kijk je ook naar rechts. De volgende stap is sideflip met een kwart draai. Wat je doet, je pakt een blok of een bidon. Ik zou geen hond of je broertje pakken, die kan zo weglopen. Je doet een sideflip, je landt en je maakt een kwart draai. Waardoor je weet waar je blok of bidon of weet ik veel moet leggen. De volgende stap is, je tukt. Wanneer je tuk loslaat, neem je je armen mee naar links of naar rechts. En dan maak je die kwart draai. Zorg ervoor dat je naar het blokje kijkt of naar je bidon op het einde. Let wel op, stop met schroeven voordat je landt. Anders doet het pijn. Dus je gaat springen. Je zet de sideflip in, tuk. Kwart draai. Sideflip. Na mijn tuk neem ik mijn armen mee naar links, draai ik mijn hoofd ook naar links over mijn schouder. En hoe sneller ik mijn armen meeneem, hoe sneller ik twist. Ik heb het blokje nou een stukje verder gezet, ga niet van een kwart en dan nog een kwart erbij, maar zet hem eerst een klein stukje verder. Lukt het je 5 keer heel makkelijk, kan je hem een stukje verder zetten. Lukt het niet, zet je hem weer op kwart. Of een klein stukje terug. Als het jou 5 keer achter elkaar lukte, kan je hem nu een stukje verder zetten. Komen we aan op half. De meest gemaakte fout is dat mensen wel kijken, maar niet hun armen nemen, waardoor ze niet snel draaien. En land je niet op je voeten, maar iedere keer op je billen, zou ik een stapje terug gaan. En nu gaan we naar 3/4. Ah, je keek wel naar het blokje. Ja. Ik sla een kwart over en nu gaan we naar heel. Je ziet dat ik mijn armen nu echt helemaal doordraai. Net deed ik hem op het einde een beetje terugdraaien, omdat ik anders te snel ging. Dit was de tutorial. Je kunt er ook verder gaan dan 1. Maar heb je nou vragen, stel ze gerust in de chat. Houdoe en bedankt.